Ah, een lekker biertje op een heerlijke zonnige dag. Maar het biertje is er niet zomaar. Daar gaat een hele cyclus aan vooraf. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, begint het proces van een drankje bij de zon, met de nucleosynthese. In het warmste gedeelte van de zon, de kern, vinden de eerste reacties plaats. En dat zijn de volgende. Allereerst fuseren twee protonen. Hierbij verandert één van de protonen in een neutron. Er komt een positron en een neutrino vrij. De deuteriumkern die nu gevormd is, fuseert vervolgens met nog een proton. Hierbij komt veel energie vrij. De energie verlaat de nieuw gevormde kern in de vorm van gammastraling. De helium-3-kern fuseert in deze laatste stap met een helium-4-kern tot beryllium. Ook hier komen gammafotonen vrij. Deze gammafotonen verliezen tijdens hun reis van het centrum van de zon naar de rand veel van hun energie. Hierdoor verlaagt hun frequentie en kunnen wij ze waarnemen. De fotonen reizen vervolgens onverstoord van de rand van de zon naar de aarde. Hierbij verandert hun golflengte niet meer. De reis duurt ongeveer 8 minuten. Zodra de zonnestralen de aarde en zo ook organismen zoals planten en bomen bereiken, kunnen deze autotrofe organismen deze energie gebruiken voor de fotosynthese. Met behulp van de fotosynthese maken de planten energierijke moleculen aan. Deze energievolle moleculen worden gebruikt voor de eiwitsynthese. Proteïnes, ook wel eiwitten genoemd, zijn de volgende benodigdheden in ons proces voor een heerlijk biertje. Eiwitten zitten als volgt in elkaar. Eiwitten bestaan uit aminozuren. Een aminozuur heeft een amide- en carbonzuurfunctionele groep en een organische restgroep R. Deze organische restgroepen kunnen in drie verschillende categorieën georganiseerd worden: koolwaterstof, neutraal en zuur of bazen. In een oplossing wordt de waterstofproton van de carbonzuurgroep naar de amidegroep verplaatst. Eiwitten bestaan uit kettingen van aminozuren, genoemd polypeptiden. De amidegroep van een aminozuur bindt met de carbonzuurgroep van een ander in een condensatiereactie waar water wordt uitgegeven. Verschillende combinaties van aminozuren geven verschillende eiwitten. Een ongevouwen polypeptide is in een gedenatureerde staat. Deze polypeptiden worden gevouwen tot een natieve conformatie. Apolaire zijgroepen die waterafstotend zijn, vouwen naar binnen en de polaire deeltjes komen aan de buitenkant van het complex. Dit bepaalt de eigenschappen van een eiwit. Een eiwit kan meerdere natieve formaties hebben. Een belangrijke functie van eiwitten is de katalyse van organische reacties. De betrokken eiwitten heten enzymen. Enzymen kunnen op verschillende wijzen de activatieenergie van een reactie verlagen. Ze breken moleculen of brengen ze samen en kunnen zelfs moleculen buigen om een reactieve site bloot te stellen. Enzymen spelen onder andere een hele grote rol in de ATP-ADP-cyclus waarin organismen energie opslaan en beschikbaar maken. Om energie beschikbaar te maken moet ATP worden gesynthetiseerd. Bij deze condensatiereactie wordt de fosfaatgroep ADP aangebracht. Deze reactie kost energie die vervolgens in de binding tussen de tweede en derde fosfaatgroep voor later gebruik wordt opgeslagen. Dit noemt men substraatlevel fosforylering. In organismen vindt fosforylering plaats door middel van oxideren van glucose. Fosforylering is endotherm en de oxidatie van glucose levert de benodigde energie. De oxidatie van glucose gebeurt soms in afwezigheid van zuurstof. Dit heet anaerobische respiratie. Fermentatie in gist is hier een voorbeeld van. Het proces van glycolyse oxideert glucose tot pyruvaat. De energie die uit voortkomt wordt gebruikt om ATP te synthetiseren. Pyruvaat wordt gereduceerd tot acetylaldehyde, wat vervolgens gereduceerd wordt tot ethanol, het eindproduct. De volledige reactie is dus van glucose naar ethanol en CO2, waarbij in alle eerder genoemde reacties enzymen worden gebruikt. Dit gehele proces noemt men ook wel fermentatie en is een groot onderdeel van het proces waarin bier gemaakt wordt. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen. Sla het vat maar aan. Ja, drinken we samen. Niet alleen. Er is genoeg.